De Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, BVL en ALS, hebben gisteren hun jaarafsluiting gevierd. Bondsvoorzitter Wilgo Valies heeft tijdens de gelegenheid aangegeven na 29 jaren op te stappen als voorzitter van de organisaties. Valies liet de revue passeren, de strijd die de bonden hebben geleverd voor betere voorzieningen en omstandigheden voor de leden en ook een verbetering van het onderwijs. Valies zegt verder dat ondanks hij afzwaait, hij de leerkrachten altijd zal blijven ondersteunen. De strijd zal volgens hem in het komende jaar voortgezet worden onder leiding van Rishma Mangre, de secretaris-generaal van de BVL ALS. En ik moet zeggen dat ik met vol overtuiging, met vol vertrouwen die hamer zal overdragen aan Rishma. Natuurlijk moet u dat eerst goedkeuren, maar in ieder geval mijn voorstel is dat wij een vrouw weer aan het roer moeten zetten. Een vrouw waarvan ik zeker weet dat ze zich gaat inzetten voor de belangen van de werkers. We hebben zij en zij gestreden en vaak genoeg werd er verweeg gemaakt van ja, die mevrouw Rishma, die zit altijd naast meneer Valies. Maar ze zegt niks. Mitaki, don't take this woman by the look. Want dat piging, in omhanging, snap je? En ze hebben in elk geval gemerkt dat ze heel goed kan praten en ze gaan er mannetjes en zelfs hun vrouwtjes staan. Hè? Een bijzonder applaus voor Rishma. Mangre is reeds 18 jaar actief binnen de vakbeweging. Zij geeft aan dat het een waar genoegen is geweest om met Valies samen te werken. Ik wil daarom de heer Valies bedanken voor het vertrouwen gesteld in mij en alle leden, zegt Mangre. Ik zal het werk, het is een zwaar werk natuurlijk, zal ik proberen naar eer en geweten te doen. Het was een waar genoegen voor mij ook om met meneer Valies samen te werken. We hebben hele moeilijke tijden meegemaakt. U bent er zelf getuige van. We hebben niks voor granted gehad. We hebben altijd strijd geleverd. Voor alle verworvenheden. Ja. En we gaan deze strijd voortzetten. Strijden, strijden. Ja. Nossa, strijden. Nossa, slaap zoveel mensen. Strijden, strijden. Ik wil ook direct gebruik maken van de gelegenheid om, net als wat meneer Valies zei, ook zijn wederhelft die altijd bescheiden is en op de achtergrond blijft, hartelijk dank zeggen voor de steun. Rishma Mangre, secretaris-generaal van de Bond van Leraren. Zij sprak gisteren tijdens de jaarafsluiting van de BVL ALS. De huidige voorzitter Wilgo Valies zal in januari 2019 na 29 jaren de hamer overdragen aan Mangre, die met instemming van de leden het voorzitterschap op zich zal nemen. De jaarafsluiting is gehouden in het Lalaroek-gebouw.